en is vorige week nog op onderhoud geweest. Allee, kom aan, jongen. Het is weer een goed moment, hè. Dit is een fragmentje uit Heterdaad dat u straks gaat te zien krijgen. Moet goed kijken, hè. Kijk, daar komt hij. Voilà. Hupla. Dat gezien? Dat was die acteur zelf niet, hè? Dat was een stand-in. In dit geval zelfs een stuntman. Ja, een stand-in hebben is gemakkelijk, hè. Binnen een minuutje heb ik een afspraak met Chris Met en dat is de mooiste stand-in van Vlaanderen. Geef maar toe, je bent er zelf ook nog verliefd op geweest, hè. Verdomme, ze is er al. Het is niet mogelijk, hè. Of wacht eens. Hè? Ja. Ja. Oh, 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 oh. We zijn er, we zijn er. Stop, stop. Oh, oh, oh. Goedendag, ik ben Sam van Neerum. Ja, wacht, ik ben Chris. Ja. Gaan we? Patia. Sorry dat ik wat te laat ben, hoor. Ja, geen enkel probleem. Ja, ik ben niet zo vlot met paarden gelijk jij natuurlijk. Wel, ik was misschien vlot met paarden, maar dit heb ik ook niet gedaan. Dat was mijn stand-in, dat was Kim. Ah, Kim, dat is stand-in. Dankjewel, hè. Kun je even meenemen, Kim? Zo. Dank, hè, Pakia. Ja. Zeg maar, vroeger heb je toch zelf paard gereden? Was toch ja, ik heb zelf paard gereden. Ik ben ook stand-in geweest, ook te paard. Voor heel wat acteurs en actrices die niet konden rijden. Ik heb ook daarna nog stand-in gedaan in andere omstandigheden. Ja, dat is zo. En heb je daar een opleiding voor gevolgd? Natuurlijk, ik heb helemaal geen opleiding gevolgd. Ja. Ik was een redelijk sportief type, dat is wel, maar het is puur toeval geweest eigenlijk. Ah, ja. Ik was getrouwd met Bert Struijs, de regisseur van al die jeugdfeuilletons. Ja. En ik heb voor 7 jeugdfeuilletons ben ik regieassistent geweest, dus ik was altijd in de buurt. Dus als er iemand nodig was? Als er iemand nodig was, mocht ik het pakje aantrekken en mocht ik doen, ja, wat moest gedaan worden. Ik speelde in een tweelingbroer, dus tweelingbroers, identiek. En zolang we hier in Vlaanderen gefilmd hebben, was Ronnie Waterschoot zijn stand-in. Maar in Frankrijk was Ronnie niet mee, althans in het begin niet. Er was dus niemand anders op de set die precies, of ongeveer precies dezelfde mate had als chef. Behalve de regieassistenten. Voilà, de regieassistenten. We zijn even groot, ik heb nogal een brede carrière, dus ik paste perfect in die kostuumes. Ja. Alleen weet ik nog, omdat die tweelingbroer een snor en een baard had, dat ze dan met zo van die hele vieze lijn moest ik snor en een baard plakken. En dat vond ik minder leuk. Nee. En dat is ook het moment waarop ik voor zelf ook paard gereden heb en dat heb ik wel eens meer gedaan voor andere mensen ook. Is de gevaarlijke tegenstander morrelt? Gevaarlijk genoeg. Zelfs met een gezond been. Laat mij in jouw plaats vechten. Nee, dank je. Maar wat is er morrelt? Zeg, in Fabian van Fallada speel je een heel mooie rol, hè? Ja, dat is de mooiste rol die ik ooit gespeeld heb, absoluut. En ik weet nog als de scenario's binnenkwamen en ik ze las, dat ik zo dacht van, oh, misschien mag ik wel Isabeau spelen. Mijn zus dus in het feuilleton, Marie-Lou Merman speelde dat dan. Ja. Maar als puntje bij paaltje kwam, zei Bert, ja, ik heb een mooie rol voor u, Anne de Crébillon. Ik dacht, nee, dat kan niet. Oh, de rol van mijn leven. Ja. Maar er zijn twee voorwaarden, je moet je schermen verbeteren en je moet leren paardrijden. Maar je kon al schermen? Ik kon al schermen, we hadden een conservatorium en ook in theater hadden we wel schermles af en toe, maar ja, goed. Floret was dat toen in de tijd. Ja. We moesten met Floret vechten. En hier was het met degen in Fabian. Bedankt voor deze fantastische verhaal. Graag gedaan. Ik heb voor jou nog een klein geschenk. Een geschenkje bij. Een roosje, alsjeblieft. Prachtig. Dankjewel. Maar mag ik van jou dan nog een foto? Uiteraard. Ik verzamel foto's. Uiteraard. Met Miro erbij? Met Miro erbij. Goed zo. Kijk, lachen naar de camera, Miro. Voilà, Chris. Hartelijk bedankt. En dan zit er nog één ding op. We zullen. Ja, jij mee, hè? Kom. Oké. Okay. Roosje laten we hier. Miro laten we ook hier. Die gaan we toch niet meenemen. Arep. Stop, stop, kut, kut. Je moet kut roepen, hè, ballen. Ik heb voor u 3 fragmenten geselecteerd waarin 1 acteur zelf zijn eigen stunt speelt. Nu is de vraag heel simpel. In welk fragment komt er geen stand-in bij te pas? Als Heterdaad begint, heeft u 20 minuten de tijd om uw antwoord door te bellen of te sms'en. U maakt weer kans op een prachtige prijs, het boek 50 jaar televisie en niet te vergeten, deze prachtige pullover van Heterdaad. Het is mij spijt in het hart, want hij komt uit mijn persoonlijke collectie. Hela, hela, dat is wel mijn persoonlijke collectie, hè? Allee. Uw persoonlijke collectie dan. En als u niks wint, gewoon blijven meespelen, want de trouwste deelnemer maakt kans op een prachtige prijs die op 31 oktober bekend zal worden gemaakt. Tot na Heterdaad. Het juiste antwoord was dus A. Vic de Wachter stond zelf in dat telefoonkot toen die auto erin knalde.
Zeg Pakea, bedankt voor het meespelen, maar ik heb toch liever mijn stalen ros. De Fabian van Falada truck. Oeh, sorry. Kom hier, we zijn weg. Kom. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Ja. Hier. Hup, zit. En blijven. Blijven, hè. Blijven, hè.